Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat lage wolkenvelden over Nederland, maar er zijn ook plekken waar de zon schijnt. En ook waar de wolken nu nog vrij dik zijn, komt in de loop van de ochtend de zon wel af en toe tevoorschijn. Op de meeste plaatsen is het droog, misschien wat licht gespetter in de vorm van wat motregen in het noorden of westen. Maar ook daar op de meeste plaatsen droog weer. Vanmiddag wordt het 19 tot lokaal 21 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. In de avond ook nog steeds weinig verandering met wat wolkenvelden hier en daar, maar ook plaatsen met opklaringen en dan temperaturen die zo rond de 15 graden uitkomen. Vannacht daalt het kwik uiteraard nog wat verder tot lokaal onder de 10 graden met een mistbank en morgen wordt het dan 19 of 20 graden. Noordoostenwind, zwak, de temperaturen hebben we genoemd en de zon schijnt af en toe ook wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen is het droog. Voor de woensdag, min of meer vergelijkbaar weer, alleen dan met een oostenwind. Het wordt wat makkelijker 20 graden. Dat geldt ook voor de donderdag. Laat op donderdag kans op een bui. En vrijdag beginnen we met zo'n buienkans, maar later wordt het weer een stuk droger. Met wat opklaringen erbij. Steeds dus ruimte voor de zon. Redelijk rustig najaarsweer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.